al van de week het gevoel in de mand van het is tegenbeurt. En dan zie je de rankingman die en dan denk ik nou tof, dat wordt net. Hè. Ik weet wel dat Thomas van Zutten net mooi was. Maar ja, Jan Schuurer en Jelte Visser ben je beide voorbij schetten in de ranking. Dus nou ja, kleren, het is over en uit en ik heb er al vrede mee. Maar toch nog even op lijst troublesurenleed van Jelte mocht ik nog een mee. En ja, dan sta je op al de houden. Ja, het is spietig van het waar even, maar de ambiance en het publiek. En ja, het is natuurlijk prachtig om je nog even de laatste peerbal boven te tikken. En nog even omloop ik mooi te draaien. Dus dat weer, ja. Kriebelt het dan net dat je denkt van, hey, dit ging ik wel missen? Ja, natuurlijk. Ik ben een liefhebber, puur zang, zeg ik wel. Dus ik wil kom horen hier, ik vast nog een paar keer een partijtje zien mooi keerten. Maar ja, dit gewoon, ja, er zijn andere dingen. Hè. Ik ben aan de studie en ik heb een vriendin. En we, hè, de toekomst langs hebben we samen zeggen. Dus ik gewoon, dit is een pad van mijn leven dat ik nu afsluit. En ik kom vast en zeker wel een keer waarom. Als trainer of coach of masseur of schietruchter of neem maar op. Maar ik moet er nou even gebeurd en even een sabbatical. En dan zul je mijn festival weer een keer op het veld. Hoe moeilijk is het om die zaal op te laden, om twee keer in het weekend te keertsen? Nou, wie is toch wel bij de eerste klas eigenlijk altijd wel bij de top, dat is een soort woest. Maar hoe moeilijk is dat om die op te laden, om zoveel te keertsen? Nou, dat is in het begin nee, dat is natuurlijk net moeilijk. Hè? Jong ben en je bent 20, dan vind je het prachtig en dan word je heger. En op een gegeven moment ja, zit je bij hoofdklassen en dan is dat ik mooi. Hè? Je wint dus wat en ik ben ooit een tophoofdklasser geweest, maar ik hoor redelijk mooi komen. Ik heb een paar priestjes wonen en nou, dat is voor mij heb ik de hechte punten daar wel belibben. En op een gegeven moment, ja, dan ben je 30 en dan horen we jongens op en dan ben je wat andere dingen in het leven die belangrijk worden. Nou, het lichaam wordt natuurlijk iets minder. Hè? Ik ben nog 33 en het kind op best, ja, ik voel nog best wel niet mooi kennen. Hè? Maar wat maak ik meentjes, maar de reg is altijd wat lastig bij mij en dan dat rijden begin te leasen en ja, dan ben je nooit helemaal topfit in de wedstrijd. En ja, en dan denk je van ja, dat moet gewoon een keer met de kar maken worden van ja, wat doe je? En nou, dat wie dit hier, we horen ermee op en ja, horen dingen. Zou het er neemt een heel ritje op, was misschien wel ambitie straks in Hest, bestuurder misschien ik? Ik wil, dat ben ik al een peer die hebben in Balshop gegooid van goh, dat is wel bij u, dat is hier wel wat, dat is daar wel wat. En ik zei van jongen, eerst even net. Ik ben haast, nou, ik zei 24 hier, iets kwatter, maar elke weekend inderdaad op een veld geweest en twee keer in de week trainen. En dus ik heel schoft hekker west. Dus nou even net. Hoor je gewoon, nou, misschien eens in de bouwvak op vakantie of krijg eromheen. Maar hè, dat soort dingetjes, dat kan nooit of even een weekendje vat in mei of juni. En daar wil ik nog eerst even van genieten. En dat zei ik, kom er wel waarom. En misschien vind ik wel dit hier een hele oren hobby wat helemaal wel volle meer tijd neemt. En dan kom ik net waarom, maar dat denk ik eigenlijk net. Ik doe dat is wel de ambitie om ooit een keer wat waarom te doen voor de sport. En daarvoor is het mooi. Dus. Van de bestuurders zeker en van de vrijwilligers die het altijd een soort verdijklinst in hebben. Ja, nou ja, dat ik. Maar ik, ja, het publiek en horen waar je komt, de meesten die kennen die dan wel. En hij ging natuurlijk al een schofke mooi. Dat is natuurlijk ook wat. Dat gevoel wat je hebt is echt wel een. Ja, een liet gebeuren bij het keert. En dat ben een soort mensen, maar het is altijd wel een heel. Ja, fijn gevoel krijgen erbij. Dat je daar pad van binnen en dat je daar onderdeel van doet mooi. Als keerter. En nou ja, ik bedoel, ik altijd machtig getraind, maar verschillende trainers. En ja, je dat dan weer rondbank kennen, dat vind ik. Dat mij zeker net lid om ik voor de toekomst en voor de jeugd en voor oren. Om het weer wat op te bouwen. Wat viel snel als hoogtepunt van die carrière? Ik vind Kening in Massum vrije formatie in 2010. Dat was voor mijzelf wel een hoogtepunt. En ik heb hier dus twee keer, bij elke seizoen de borden, dus twee keer de Oldehove winnen in. Dat zijn hoogtepunten. En het derde prijs PC een hechte punt, dus dat binnen meerdere, hè, je kent dat net echt vergelijken. Kening op een hoofdklasse werd ooit dan eerste prijs winnen op uitnodigingspartij. En ja, PC en prijs, dat is weer heel uniek natuurlijk. Dus dat binnen meerdere, dat ik gewoon, ja, misschien wel de carrière op zich. Ik heb eruit halen, denk ik, wat erin ziet en dat is alleen maar mooi. Wie dat in gevoel ik altijd van, oké, ik heb mijn beperkingen en ik ben het keertsen? Nou, beperking, ja, ik denk het wel. Hè. Ik heb net het atletisch vermogen van een Teek of een Gertan of een Daniel. Dat wist ik al lang. En je daar mooi lipje kennen en je weet wat je niveau wil. Dus. En dat wie gewoon eerste klas en ik vond het prachtig om er altijd mooi te doen. En hij leest hier nou ja, ongeveer de held, hoofdklas, held, eerste klas. Nou, dat vond ik mooi, want de jongens van mijn leeftijd, ja, die keerden dan toch wat op hoofdklas. En Daniel en een Volkert en een Karel en Jan Durk en neem maar op. Dus dat is, hè, dat is mijn lichting wat. Dus ja, ik weet wat ik ken en dat wie net. Het topniveau hoofdklasse, dus dan had je daar vrede mee, dan keert het ik volle plezier. Dan ben je tevreden over die keerscarrière? Absoluut, meer als.